Ik ga vandaag kijken bij een woning, een hele mooie centrale locatie in Apeldoorn. Om de hoek van het Centraal Station, het centrum van Apeldoorn dichtbij, de uitwaswegen, ook binnen een paar minuten afstand. We gaan vandaag kijken bij de Spadelaan 212. Parkeren kan hier op eigen terrein en de woning heeft veel gebruiksmogelijkheden. De voormalige garage is namelijk omgebouwd tot een aparte ruimte met een eigen entree. Dus wil je een kantoor aan huis of een nagelsalon, dan kan dat hier zeker. Hier in de hal vind je gelijk aan de rechterzijde het toilet en een handige trapkast. En de ruimte die vanaf buiten te bereiken is, is ook vanuit de hal toegankelijk. En die kan je eventueel ook als slaapkamer of als thuiswerkplek gebruiken. Verder vind je op de begane grond deze ruime tuinkamer. Vanuit hier loop je zo de tuin in. De tuin is leuk aangelegd, ziet er netjes uit. Hier achter in de tuin is nog een overkapping gerealiseerd met een handige berging. De woonkamer vindt zich bij deze woning op de eerste verdieping. Het is een hele fijne ruimte, voldoende oppervlak, een sfeervolle gashaard en er ligt een mooie eikenhouten visgraatvloer. De keuken bevindt zich hier aan de voorzijde. De keuken ziet er netjes uit, voorzien van een mooi blad en diverse inbouwapparatuur. En hier op de eerste verdieping heb je ook nog een toilet. Op de tweede verdieping vind je 3 goed formaat slaapkamers en de badkamer. 1 slaapkamer bevindt zich aan de voorzijde en de andere 2 aan de achterzijde. De badkamer is volledig betegeld, voorzien van een lichtbad, vrijwand toilet en een dubbele wastafel. Als jij op zoek bent naar een ruime woning op een centrale locatie in Apeldoorn, dan is dit het huis voor jou. Bel maar snel met buurmakelaardij voor een afspraak.